Er verscheen helemaal geen monteur. Nee, klopt. Daar hebben we natuurlijk afspraken over gemaakt. Meestal is hij er vrij snel. Afspraken, dat staat er wat vast op papier. Nou, hij moet binnen 45 minuten te plaatsen zijn. Ja, hij staat altijd in de file, want er is een storing. Nou, dan gaat hij bellen en dan gaan we hem opzoeken. En dan gaan we met begeleiding, met voertuigen, hetzij de politie of van onze eigen weginspecteurs, brengen hem naar de brug toe. Alleen dat gebeurde niet. Hij meldde zich niet. En waarom niet dan? Geen idee. We zijn hem gaan zoeken. En we weten wie de aannemer is en hebben hem gevonden. En hem alsnog uit de file gepikt en naar de brug gebracht. Met alle respect, dat is nou niet zo'n slimme daad. Als je daar achter die rij gaat staan en dan wacht tot je naar voren kan rijden. Ik heb hem zelf niet gesproken, maar het spreekt voor zich dat daar nog een gesprek over gaan. Dus. Vaak staan er op bruggen allerlei camera's. Zagen jullie wat er gebeurde dat de slagboom werd gedemonteerd? Ja, dat staat op camera's, ja. En wat denk je dan als je het ziet gebeuren? In eerste instantie moet ik gewoon eerlijk toegeven als je het dan zo hoort. Want ik was zelf aan het rijden die richting uit en luister naar Radio Rijnmond. Krijg je ergens een glimlach op je gezicht. Maar vervolgens denk je ook gelijk aan de gevolgen, maar dat kan zijn. Eigenlijk toch niet zo leuk. Want wat voor gevolgen had het kunnen hebben? Nou, stel wat ik zeg, die brug ligt in balans. Er gaat een auto overheen en de brug wipt een stukje op. En de volgende auto rijdt tegen het wegdek aan.